Hallo lieve kijkertjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Architectuur met Sjoerd, met vandaag een gastpresentator uit onverwachte hoek. Hallo, ik ben Jezus, man. Ik kom je vertellen over de Dure Soest. Wij zijn hier vandaag bij het Museumplein, Soest dan. Het is ook heel speciaal, want hier op het Museumplein is gevestigd Museum Oud Soest. Culturele hotspot van Soest en omstreken. Is er een museum oudbaar? Nee, dat dacht ik al. Wauw. In 1853 kreeg de parochie een stuk land waarop zij besloten een klooster met een meisjesschool te bouwen. Daarin hebben ze een hoop zusters van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amersfoort gezet en de eerste steen van Huize Sint-Jozef, want zo heet het, is gezet door de 9-jarige Adolf op 12 juli 1868. Het gesticht werd een jaar later ingewijd. In het originele ontwerp was het klooster veel luxueuzer met een binnenplaats en een kapel met een torentje. Maar ja, het was crisis, dus dat is er nooit van gekomen. De zusters zorgden in het gesticht voor oude en behoeftige mannen. Ze gaven meisjesles in de schoollokalen, ze maakten meffen in de kelder, ze deden aan maatschappelijk werk, 's avonds was er een naaischool, noem maar op. Ze kregen er helemaal niks voor, behalve een ereplaatsje in de hemel natuurlijk. Er waren ook ziekenkamers, slaapzalen, badkamers, een kleine bibliotheek, een waskamer met, let op, een wasmachine, een provisiezolder, een grote zolder met kleding en dergelijke. En nog allemaal andere dingen die ik nu niet ga opnoemen. Er was ongeveer 1 zuster voor elke 3 zorgbehoevende ouderen. En er waren ongeveer 150 leerlingen op de lagere school. Maar na een tijdje, begin 20e eeuw, liepen de werkzaamheden die daar in dat kleine klooster gebeurden helemaal uit de hand. Ruimtegebrek en alles wat daarbij hoort. En dus adviseerden de nonnen om er een meisjesschool apart bij te bouwen. En de klaslokalen in het klooster te gebruiken als slaapzalen om meer zieken te kunnen huisvesten. En dat gebeurde. Maar ja, na de Tweede Wereldoorlog ging het helemaal anders in Soest. En na een tijdje kwamen er geen ouderen meer bij. En dus kwam het gebouw in 1965, bijna 100 jaar na de bouw, leeg te staan. Tot mijn grootvader bij gebrek aan ruimte om zijn verzameling troep op te slaan, het gebouw introk en er besloot een museum met zijn verzameling van te maken. Waar later natuurlijk nog veel meer dingen bij kwamen. Ook na zijn overlijden is het museum blijven bestaan onder het bestuur van de Stichting Museum Soest. Het gebouw is ontworpen door de architect A.C. Blijs, die naast enkele gestichten en winkels in Amsterdam ook veel katholieke kerken in Haarlem heeft ontworpen. Helaas is van het gesticht in Soest alleen de eerste fase van zijn ontwerp uitgevoerd. Het gebouw lijkt vrij veel op andere gestichten in die tijd, dat wil zeggen praktisch, maar toch ook een beetje fraai. De ramen hebben bogen met glas en lood en het gebouw is overal bekleed met ijzeren ornamenten. Boven de deur is een beeld van de Heilige Maagd en haar boyfriend Jozef te vinden, naar wie het gesticht is genoemd. Hier en daar zijn ook natuurstenen ornamenten te vinden, maar ze zijn vrij schaars. Het gebouw is vrij simpel van vorm. Van bovenaf gezien is het bijna vierkant, met alleen de voordeur die een beetje uitsteekt. Binnen is de originele indeling van het gesticht grotendeels aangehouden, maar zijn sommige kamers anders ingericht dan eerst. Een van de schoollokalen is bijvoorbeeld weer ingericht als klaslokaal, maar de slaapzalen boven bevatten nu museumartefacten. Er is in het midden een trap die alle etages langs gaat naar de zolder en er is nu ook een lift geplaatst voor onze mobiel beperkte medemens. En de plafonds die zijn vrij hoog. And his name is John C. Meneer, vindt u dit een mooi pad? Ja. Ja, dat was het al? Ja. Wow. Wat vindt u van het museum? Oud Soest? Ja. Ik vind het heel erg leuk. Je bent er wel eens geweest? Ja, heel snel doorheen gelopen. Ik vind het wel heel leuk. Het wordt echt gewaardeerd door de mensen, hoor ik in het zwembad. Okay. Wel positief. Zijn dat dan vooral de ouderen? Want bij de jeugd... Ja, klopt. Het zijn vaak wel 50 plus, dus dat moet ik eerlijk toestemmen. Ja. Geluid geweest in Hilversum? Ja, dat is wel leuk. Hè? En in Amersfoort
Er moet per seizoen ongeveer 1000 spitsen besteld worden. Stopera, hè? Stopera, ja. De opera. De opera. Ja, dus,